Mijke van Wijk met Mijkersmiddag Live. Welkom op Radio 6. NTR Radio 6. Soul Jazz. Vrijdag 16 november bij Mijkersmiddag Live in het MC Theater in Amsterdam hadden we heel veel Nederlands talent en heel veel upcoming Amerikaans talent. Misschien weet je nog wel een schijf van 6 van een tijdje geleden. Working Woman Blues van Valerie June. Dit is haar allereerste optreden in Nederland. Somebody to love. Let be somebody. Now be somebody. Now be somebody. So when I moved to Memphis, I just really started studying like old Delta blues guys like Mississippi John Hurt and Robert Johnson and all the greats. But then I also fell in love with Elizabeth Cotton, who was a finger-picking African-American banjo player who played Piedmont blues. And I got fascinated by that, and then I got fascinated by Appalachian folk music and stuff like that, like the Carter family and people like that. So most of the music that I listened to was from the South and from where I was raised, and it's just really magical, and it influences the Stones, and it influenced the Beatles, and it influenced people all over the world and different types of music, genres. So I think that roots music is the root of rock and roll and the root of soul and the root of blues. So that's what I do. Het andere grote talent uit de VS is een man. Hij wordt vergeleken met José James, met Gregory Porter. Maar het is Sean Heifele. Blood is pumping. I feel like yeah, we own us something. This is the impetus stepping. Let's get some motor running. Bless the mic with respect for the one that sets me free. I'm out the battery searching within the good to leave me. My heart is racing, so I'm feeling like it's fired by something. It's not the moment's fault and come away with nothing. Keep my focus on the form that can set me free. I'm out the battery trying to keep life from going crazy. Comes a time when we all gonna have to let it ride. I take a breath before I race some hell and step outside. Hammond organist Carlo de Wijs die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Die heet The New Hammond Sound. En wat er zo nieuw is aan zijn Hammond Sound, dat hoorde je hier. Dit instrument heb ik al 25 jaar en dat heeft als eerste een heel eigen transportsysteem. Het kan naar beneden zakken en weer omhoog en dat is wat makkelijker. Want die dingen zijn loeizwaar. Ja, 130 kilo, dus het blijft zwaar. Ik heb al wat effecten die ik daarop kan gebruiken. Ik heb het basgeluid, wat niet typisch een Hammond basgeluid is, maar door een Moog synthesizer. Echt een mooie, vette, analoge sound. En dus zo ben ik eigenlijk altijd al wel bezig geweest om met dat instrument om het eigenlijk helemaal een soort van te personificeren.
Ze zijn op een hele drukke tournee in Nederland, want een van de saxofonisten en de drummer woont tegenwoordig in New York. Dus ja, als ze er dan hier zijn, moet alles in één keer achter elkaar gebeuren. Nieuwe plaat moet uitkomen en natuurlijk spelen we Mijksmiddag Live. The More Socially Relevant Jazz Music Ensemble, oftewel de band van gitarist Reinier Baas. Van jou op één cover na een stuk van Joe Henderson. Maar wat wil je ons nou eigenlijk vertellen? Ja, als je dat in woorden uit zou kunnen drukken, dan zou ons beroep al wel een stuk makkelijker zijn, denk ik. Ik wil het wel voor je proberen te schilderen, als dat helpt. Maar ik heb er geen penseel en ook geen schilderspullen. Nee, maar dat is heel, heel erg moeilijk uit te leggen. Het mooie aan muziek is dat het echt op zichzelf staat. Dat je er eigenlijk niet al te veel woorden aan vuil moet maken, denk ik. We'll be right back.